Suriname staat op de drempel van grote welvaart waarbij iedereen wordt meegenomen. Komend jaar zal een keerpunt zijn voor de economie met een focus op duurzame ontwikkeling. De focus van president Chandrika Prasad Santokhi was dat vanmorgen tijdens de jaarlijkse jaarrede in de Nationale Assemblée. Met het IMF-programma zijn er positieve resultaten, zegt het staatshoofd. De economie van het land vertoont groei door de gevoerde maatregelen. De president roept de samenleving op om vol vertrouwen naar de toekomst te blijven kijken. De uitdagingen en obstakels zullen uiteindelijk leiden tot succes op lange termijn. We staan aan het begin van een nieuw hoofdstuk. Een hoofdstuk waar Suriname kan dromen van welvaart. En samen als één natie zullen ervoor zorgen dat de dromen werkelijkheid worden. Meneer voorzitter, het is belangrijk om niet uit het oog te verliezen wat de startpositie van de regering is geweest. We stonden voor enorme uitdagingen. Ons land bevond zich in een diep dal, zowel financieel, economisch als sociaal maatschappelijk. We zijn daarom bij het aantreden direct gestart met ons herstelplan en het herstelprogramma. Voorzitter, geachte leden, er is meer goed nieuws. We hebben grote stappen gezet om de energietarieven te herzien. In samenspraak met de vakbonden met het oog op verlagingen. De regering heeft fondsen opgericht om economische groei en lokaal ondernemerschap te stimuleren. Belastinghervormingen, inclusief de invoering van BTW, hebben de staatsinkomsten met 77% verhoogd. De inflatie is afgenomen tot 10% in 2024 en de staatsschuld daalde tot 59% van het bruto binnenlands product. De regering benadrukt samenwerking met de private sector en lokale ondernemers om economische stabiliteit en welvaart te bevorderen. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de rijkdom die voortkomt uit natuurlijke hulpbronnen op een verantwoorde manier wordt beheerd. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het opbouwen van een sterke basis voor de toekomst. De voorzitter, we staan op het punt een nieuwe weg in te slaan. Deze weg kan ons leiden naar welvaart en kansen voor iedereen. Maar de verantwoordelijkheid om die kansen waar te maken rust op ons allemaal. De keuzes die we vandaag maken zullen de toekomst van generaties bepalen. Daarom vraag ik u, vertegenwoordigers, en u, mijn medeburgers, om vastberaden te blijven. Het pad dat voor ons ligt is nog steeds vol uitdagingen, maar ik geloof in de kracht van ons volk. De regering zet zich in voor een duurzaam economisch herstel en een vergrote koopkracht voor alle burgers, besluit het staatshoofd. Samenwerking met sociale partners en de private sector zal cruciaal blijven voor stabiliteit en welvaart. Zo wordt er gebouwd aan een beter toekomstperspectief voor Suriname.